you go. Zij die een stukje grond hier hebben, wij gaan zorg dragen voor infrastructuur. Wij gaan zorg dragen voor die nutsvoorziening. Wij gaan zorg dragen voor die afvoer. Jij krijgt je stukje grond. Als staatsbesluit begint te werken over 3 weken, mag je direct omzetten in eigendom. Je gaat naar de bank, je wordt begeleid. En je krijgt goedkoop kapitaal voor 7% rente. Dat je bouwt ofzo. Er wordt een plan voor je gemaakt hoe je langzaam gaat aflossen. Wat wil je nog meer? Zo, iedereen gefeliciteerd. Ja, je ziet soms, want ik volg Facebook, zit elke keer op Facebook. Ja, is een verkiezingsstunt. Laten we het gelijk beantwoorden, want de media is hier. Verkiezingsstunt doe je 2 maanden voor de verkiezingen, zoals vorige regering. Verkiezingsstunt doe je niet transparant. De registratie van van gronden is bij deze regering gelijk gestart, dat weet u. De president had het zelf gelaunched. 2021, 70.000 mensen, transparant, iedereen kan meedoen. De launch van deze projecten, transparant. Selectie van aannemers, transparant, dat is goed bestuur. En dat is wat we nu inzetten. Niemand kan zeggen, hij is niet op de hoogte. Maar 2019 zijn er zoveel beschikkingen uitgedeeld. Maar wie wist het? Kon je dat bij het ministerie halen? Nee. Je moest naar de berm gaan, daar werd verdeeld. Maar dat geldt niet bij deze regering. Dat is verkiezingscampagne, dat is verkiezingsstunt, dat is populisme. Dat keuren we af. En deze regering heeft bewezen. Goed bestuur, transparantie. En dat gaat u herkennen. Iedereen is uitgenodigd om te zien. De documenten zijn transparant. Dat is wat wij hebben beloofd als regering. Zeker als ik als minister OE ook. Transparantie, toegang voor iedereen. En step by step gaat iedereen gewoon. En we zijn niet geïnteresseerd wie heeft gehad. Welke politieke partij. Interesseert me niet. Toch? Maar ik weet nog de vorige die dat ook had gedaan. En u hoort ze vandaag gillen in het parlement. Ja, want ik ga naar het parlement. Maar wat men niet zegt is dat men schuld had achtergelaten. Voor ons. De project heeft aan zijn lot heeft overgelaten. Alleen maar kapitaalverlies. Dat is wat je noemt kapitaalverlies. Maar natuurlijk, want los maar de, maar president Mino, Abamoni. Dat is een ander project. Waar we overheidspercelen gereserveerd hebben. En particuliere percelen gereserveerd hebben. En we gaan public-private doen. Dat wil zeggen, we gaan mensen vragen om aanbiedingen te doen. Dat ze goedkoop bouwwoningen, pakketwoningen kunnen aanleveren. En we gaan ze beoordelen. Dan gaan we woningen bouwen voor de groep die het niet kan betalen. En we gaan een regeling treffen voor hun. Met ze met een redelijk bedrag. Toch een dak boven hun hoofd hebben. We gaan ook dat probleem oplossen. En dit is wat wij als regering doen. Faciliteren, ondersteunen. Maar Jumbo. En Boeing. Maar het zal heel pijnlijk zijn, mevrouw Gita. Als ik na 6 maanden hier kom. En ik zal die ontwikkeling van het project zien. En daar zie ik aan te koop, en te koop, en te koop, en te koop. Gaat pijnlijk zijn, hè? Gaat heel pijnlijk zijn. Dat zijn mensen die geen grond nodig hebben. Dat zijn mensen die geld nodig hebben. Ja? Maar laat het niet gebeuren. Laat het niet gebeuren. Ja.